We zijn op Papendal. Ja. We gaan zo meteen trouwens een quiz doen. Ja. Tegen elkaar. Ik ga winnen. Goedemorgen, jongens. We zijn op Papendal. Ja, we zitten hier een week op Papendal. Zo, dat kwam echt heel raar. Dat is ook wel te zien. Papendal. Ik denk dat normaal we dit natuurlijk nog niet hebben gedaan. We hebben gisteren onze kit opgehaald voor het WK. En we gaan zo meteen trainen en dan komt de pers ook. Oh, zit nu lekker op. Jee. Jezus, serieus? Nou, dat gaat op het begin al goed, jongens. En we gaan zo meteen trainen en de pers komt ook. Dus daarom hebben we onze outfit alvast aan. Want dat moet. Dus we gaan wisseltraining doen en we gaan eigen training doen. Als in gewoon onze eigen training, maar daarvoor gaan we wisselen. Ja. Mijn haar zit echt lelijk als ik nu zo zie. Jezus. Helemaal niet. Ik ga dat ook niet doen. Wat is dat gezeik? Altijd al gezeik. We zitten hier de hele week op in het hotel en we gaan hier elke dag trainen. En dan vertrekt Lisanne dinsdag naar Londen. Ik ga een weekje later op mijn verjaardag. Hey, daar rijdt Anouk. Gezellig. En kijk je uit? Geblesseerd. Dus ze zeggen let's go. Dit is pre-camp voor Londen. Hoep. Wij lopen lekker naar. Hey, hallo, go. Hey. Ja, maar. Hallo. We kunnen niet instappen, hoor. Waarom niet? Het is een bende. Hallo. Moet je niet vloggen? Wel, dit moeten we juist vloggen. Even kijken. Oh, oh. Oh, oh. Nou, wij gaan wel lopen. Dag. Dat is toevallig. Was dat even toevallig, hé? Zeg je, je kan niet instappen. Nee, ik ga ook niet bij een wildvreemde instappen. Wat denk je nou? Wildvreemde. In een bos? Ja, ik weet niet waar we terecht komen dan. Inderdaad. Hoor. Misschien brengt hij ons wel naar een of ander ik creepy boomhutje. Ja, jou en de weg. Er zijn een paar dingen die jullie misschien niet van ons weten. Dat is, ik heb echt een grootste hekel aan voeten. Je zal mij niet vaak met blote voet zien. Alleen als ik voetoefeningen in de zandbak moet doen. Ik heb bijna altijd sokken aan in mijn slippers of wat dan ook. Ik vind voeten gewoon vies. Ja, ik vind het ook lelijke dingen. Ja. En dan zitten die aders erop. Ja, ik heb een hekel en Laura aan heeft echt een hekel aan aders. Ik ging er gisteren of nee, 2 of 3 dagen terug. Ging ik er nog een foto van mijn eigen aders op mijn eigen benen sturen. Ja, nee, ik vind dat echt zo raar. Ik weet niet wat omdat het ik is. Weet dat ze toch kut zijn. Maar zeg maar, kijk, als ze gewoon zitten, prima. Maar als ze dan zo uitsteken zo. Dat heb ik zelf ook. En aan mijn voeten is dat helemaal. Ik vind dat gewoon zo lelijk en vies en niet vrouwelijk. Dat ik echt nee, denk, het is ook niet vrouwelijk. Maar ja, we kunnen er niet zoveel aan doen. En ja. ik weet niet, ik word daar altijd helemaal naar van gewoon. Dus ik, ja. Ja, je ziet mij wel op blote voeten. Dat dan weer wel. Ja, maar dat is wel. Gewoon... Ja, ik kan wel mijn handen gaan bekijken naar het licht. Zo. Ik ben nu echt spooky. Nu zijn we echt de witte. Nu zijn ja. Ding, ding. Oh, het begint weer goed. Daarom stuurde Joost ons altijd die spookjes emojis. Die zijn wit. Niet zo. Volgens Sven. Niet zo. Volgens Sven. Daarom stuurt hij die. Yes, ik heb het eind. Ik heb zo fucking warm mee. Oh, sorry. Excuse my language. Maar goed, wij zijn lekker op weg en dan ga ik zo meteen even van jullie de baan ophalen. Jee, je mag naar Londen. Naar Londen ofzo. Ik dacht, dan doe ik dat nu. Oh. Dit voelt bobbelig. Het zit gewoon goed. De blauwe baan. Hebben we al wat met blauwe banen de laatste tijd, of niet? Ja, echt hè? Laura, kom daar door. Laura. Jullie mogen lekker dicht op elkaar gaan staan. Even en dan ga ik eens beginnen met een pennetje. Dan laat jullie je hoofd doen dat je serieus kijkt. Maar nu ben ik echt klein. En als ik dan zo doe, mag je. Als ik dan dit doe, mag je even lekker lachen.
Oh, dat is altijd weer zo ongemakkelijk. Dan hebben we het erbij. Lekker iets dichter op elkaar nog. Lekker zie ik erbij. Een beetje schuim. Ja, komt die pennetje komt. Oké. Zie je nu eens kijken. Ja, beneden. En nu lachen. En lachen. Ik doe nog een keer. Nee, toch? Ja, even aan deze kant. Wat moet ik doen ook weer? Je moet gewoon even je naam zeggen en het persoonlijke record op de 400. Inclusief achternaam? Ja, graag. Je mag jezelf gewoon even lekker voorstellen. Moet ik echt? Is dat de witte 51? Ja, hoi, ik ben Lisanne. Zo ja. Ja, een beetje leuk. Een beetje leuk. Zoals je ook vlogt, zeg maar. Oh, nou, dat kan die camera wel zo, want dat is lekker inspannen. Mag ik al? Bijna. 3, 2, ja, je mag. Hoi, ik ben Lisanne de Witte en mijn PR is 51-71. Seconde. Oh, dit is heel ongemakkelijk. Ja, ik snap waarom je... Ja, het is lekker spannend. Wat is wel makkelijk dan? Weet ik veel. Nou, dat iedereen kijkt. Ja, ik weet niet. Je staat de hele dag met de camera. Loopt. Je mag al, de camera loopt. Mijn naam is Laura de Witte en mijn PR op de 400 meter is 52-15. Goed, want je mag alleen zeggen, ik ben. Blown away. Blown away. Take two. It only takes... Takes two to tango, toch? Ja, heel goed. Kan wel. Goed. Ik ben Eva Hovenkamp en mijn PR van 400 is 52,83. Het laatste stukje weg. Ja, ik ben niet alleen. Die moeilijk vindt. Ik ben Madia Gafur en mijn PR op de 400 meter is 52,27. Angel! Oh my god, holy one, holy one! Ja. Hoi Lo. Oh, je zit daar achter mijn zoon. Weet je wie we hier hebben? Nee. De man, de mooiste grap. Nou, je geeft wel heel veel credits nu, jeetje! Nou, ik heb wel veel mensen ook gewonnen. Nou, wie ben jij? Wat doe je? Ja, mag je Harry Potter? Ik zit er altijd op schrijfstuk. Ja? En toen? Wat ga je doen de WK dan? Zwerfbal? Heel leuk. We gaan zo meteen trouwens een quiz doen. Ja. Tegen elkaar, ik ga winnen. Zeker wel. Als het aankomt om kennis, algemene kennis en hoge wiskunde, dan win ik. Wat gaat over elkaar? Echt? Volgens mij wel. Oh. Dan ben ik ook. Oké, dan win ik misschien niet. Dan win ik misschien niet. Nou, we zitten hier dus nu in het personeel. Vet, leuk. We doen even een rondje Papendal. Wacht even, want dit mag niet op de vlog, denk ik. Wij zijn denk ik de slechtste vlogs ooit, omdat we zijn er helemaal vergeten te vloggen. Maar het is ondertussen al donderdag. En we zijn nog steeds op het mooie Papendal. Het ooit goed. Misschien ooit, of niet. We zijn gewoon druk bezig met trainen en zo, dat is toch goed. Ik ben klaar, Lisanne moet nog 2 loopjes. En ja. Zij zijn ondertussen weg aan het lopen, dus zit ik hier met eentje. Superleuk. Dus ik moet nu nog maar twitteren, ja. Er staat super veel wind vandaag, dus het is best warm. Maar gisteren hadden we een korte trainingje samen met Eva. En toen zijn we naar de stad geweest, hebben we gegeten bij Naomi. En we hebben nog even koffie gedronken in Arnhem. Het was wel heel gezellig. En nu hebben we dus wat korte sprintjes vandaag op het programma. En ja, vanmiddag zijn we ook weer vrij, maar we gaan denk ik even goed chillen. Ik heb dus overmorgen een wedstrijd in Reden in Duitsland. Ik denk dat ik een 200 ga doen. Ik ben niet helemaal zeker of ik een 2 of 4 ga doen, maar het plan is een 200 te doen. Jezus man, nu dan. Ik moet vloggen van Lisanne. Harder praten! Ik moet vloggen van Lisanne!
Ja. En ik wil eigenlijk gewoon lekker mijn pannenkoek eten. Mag lekker niet. Vertel even wat je op je pannenkoek hebt, Lau. Spek. Ham. Paprika. Kaas. Champignons. Ui. Nog korter. Kort. Mand! Ui. Lekker kort, maar krachtig, hè? Ja. Nou, Melissa, dit is de andere vlogster. Hoi. Kijk allemaal haar vlogs, jongens. Ja. Hoi. Als ze weer lekker komen. Ze gaat met de 2K ook vloggen. Als je wil dat Melissa weer gaat vloggen, dan regelen we dat. Reageer even. Als je doe een duimpje omhoog. Ik vond die ook wel leuk. Tink tikker doen. Die komt daarna. We're gonna go to London. We are. We are. Oh, je kan ook geen ander stemmetje meer doen. Dat is echt zo'n ding. We're gonna go to London. Oh, madam. Whoa, to the ring, the fish to the drink, and we're gonna go to London. Je lijkt echt zo'n Japaner. Ja, maar dat voel ik maar. Ja, maar ook met die. En dan met sushi stickjes zo. Dan wordt het toch vanavond. En dat we dan Photoshop of videoshoppen als een levensgrote garnaal. Ja. Als shrimp zo. En iedereen Londen, hoezo Londen? Ja. What the fuck? Ja. Maar dan kunnen we hem hergebruiken. Maar kan ik ook dit ook Tokyo? Ja. Dat kunnen we dan toch hergebruiken. Tokyo. Ja. Ding 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 ding. Nou, wel 25 of zo. We zijn hier in de hal en we gaan eventjes kijken hoe het nou is als je polsdokker bent. En we zijn tot de conclusie gekomen dat het toch best wel heel erg hoog is. Ik had niet verwacht dat het zo hoog was. En Isanna ging net met de stok aanrennen als ze een verkeerd omvat. Ik denk dat het 75 is. Oké, ik ga nog een keer. Ik ga nog weer. Daar gaat ze. Maar het is echt... Ja, maar die had jij zo. Jij ja, deed... jij had de verkeerd om. Ik dacht, het klinkt zo hard. Oké, misschien moet ik iets kleiner dus opnemen, want dit is wel overdreven. Is er ook een kleine? Ik denk die ernaast. Oh nee. Ze zijn allemaal lang, hè? Die lijkt dun. Dit is wel een mooi stokkie. Ja, dat is wel een mooi stokkie. Oké, okay, ik ga even. Geen idee ook. Is het waar? Die shit is nog zo... Oh, deze valt mee. Oeh, deze kwam. Kijk uit. Ik ga niet echt springen, want we gaan niet zo vlog is dit ook. Oké, maar je staat wel eens zo, hè? Ik heb dat gisteren gezien bij Menno. Ik heb talent. Nou, ga het maar niet proberen. Man. Is het zo hoor? Ja, maar het is ook wel echt oprecht hoog. Dit is echt hoog. Maar dit Menno, is dus wat Menno springt. Want hoe hoog is dit? Ik denk 75. 75? 65. Oh, 65. Holy. Menno. Dus Menno die springt hier overheen. En dan valt hij naar beneden. Maar die ja, dus... ja, je valt ook vet hoog naar beneden. Maar dan... Nu ga ik nog springen. Oh, meer kampioen. Ze heeft echt energie te veel. Ze heeft denk ik wel niet hard genoeg getraind. Stanna, eat your heart out. Stanna, eat your heart out. Lekker getraind? Ja. Waar ben je? Ja. Ik ben echt sterker dan ooit. Oké. Okay, nou, niet sterker, dat is trouwens niet waar. Sneller dan ooit zijn. Ja, ik ben scherper dan ooit.